Hoi, ik ben Ruben van Futurum Shop. Ik sta hier in de club in Utrecht. Ik ga je in deze video meer vertellen over de Garmin Edge 1030 Plus. Dat is het toptoestel van Garmin. Hangt ook het grootste prijskaartje aan, maar daar krijg je dan ook het meeste voor terug. Nou, enkele specificaties van het toestel die opvallend zijn, is bijvoorbeeld de batterijduur van 24 uur. Dat is behoorlijk lang, waardoor je echt de meest lange ritten kunt maken zonder je zorgen te hoeven maken over die batterij. Daarnaast de verbeterde kaart ten opzichte van de voorgangers. En de mountainbike dynamics. Nou, een voorbeeld van zo'n dynamic is bijvoorbeeld de grid score. Dat is een gegevensveld dat je ziet. En die geeft aan hoe moeilijk je rit is geweest. Dus hoe hoger die score is, hoe technischer je rit is geweest. Een andere mountainbike dynamic is de flow score. Deze geeft aan hoe soepel je over een trail heen gaat. Als je een trail dus vaker doet, dan kun je dat getal met elkaar vergelijken. Want hoe hoger het getal, hoe soepeler je eroverheen bent gegaan. Een derde is bijvoorbeeld de jump metrics. Daarbij kun je analyseren hoeveel tijd je in de lucht hebt gehangen op je mountainbike, hoe ver je bent gesprongen en dat soort zaken. Dat kun je allemaal analyseren in de Garmin Connect app. Als je de Garmin in huis krijgt, ontvang je hem in een mooie doos als deze. Nou, daarin vind je natuurlijk de Garmin zelf, maar daarnaast ook een laadkabel, twee verschillende stuursteunen, een veiligheidsstrap en wat boekjes. Nou, als je hem voor het eerst aanzet, kun je het beste meteen de Garmin Connect app downloaden. Want daar kun je eigenlijk alle instellingen verder doen, je gegevens bekijken en ritten plannen. Het voordeel van deze nieuwe Garmin 1030 is dat als je al een Garmin had hiervoor, dat hij die instellingen automatisch over kan nemen. Daarmee hoef je dus niet alle gegevens opnieuw in te voeren. Als je de instellingen handmatig gaat doen, kun je dat op het apparaat zelf doen. Daar kun je natuurlijk kiezen voor gegevens als de snelheid, gereden afstand en het aantal hoogtemeters. Maar ook wat ingewikkeldere functies. Als je bijvoorbeeld een route rijdt, kun je een verwachte aankomsttijd zien. En daarnaast kun je ook een trainingsstressscore instellen. Daarbij laat het apparaat zien hoe zwaar deze rit voor jouw lichaam is geweest. De Garmin heeft ook een uitgebreide navigatiefunctie. Je kunt een route inladen die je hebt aangemaakt op Strava, via Komoot of de Garmin Connect app. En de route vervolgens volgen op je Garmin. Je krijgt dan een overzichtelijke kaart te zien waarop je duidelijk ziet welke kant je op moet. En als je van de route afwijkt, dan zal die zo snel mogelijk weer terug naar de route leiden. Nou, daarnaast kun je altijd tijdens het rijden kiezen om zo snel mogelijk terug naar de start te gaan. Wat natuurlijk ideaal is als je bijvoorbeeld in het buitenland aan het fietsen bent en terug naar de camping wil. Nou, als je alles uit je Garmin wilt halen, kun je ook sensoren koppelen. Je kunt de Garmin in een bundelversie kopen. Dan wordt die geleverd met een hartslagsensor, cadanssensor en snelheidssensor. Maar deze kun je natuurlijk ook loskopen bij Futurum Shop. Nou ja, een snelheidssensor ligt misschien niet zo voor de hand, want hij meet de snelheid toch al op GPS. Maar dat signaal kan bijvoorbeeld in dichte bebossing of op een berg wel eens wegvallen. Dan kan het handig zijn om een snelheidssensor te koppelen, zodat je altijd de juiste huidige snelheid in beeld hebt. Nou, waar de Garmin Edge 1030 Plus echt in uitblinkt, dat zijn de trainingsfuncties. Zeker wanneer je een vermogensmeter koppelt, gaat er echt een wereld aan mogelijkheden open. Zo kun je natuurlijk een hele training afwerken, maar kun je daarnaast ook zien hoeveel hersteltijd je nodig hebt, wat je VO2 max is, je FTP. Nou, wanneer is de Garmin Edge 1030 Plus nou wat voor jou? Als je zoekt naar een toestel dat ontzettend krachtig is, snel kan navigeren en waarop je uitgebreide trainingen kunt volgen, dan is het zeker een apparaat voor jou. Je kunt achteraf zien hoeveel hersteltijd je nodig hebt, wat je volgende training het beste kan zijn. Dat samen met een batterijduur van 24 uur en een helder kleurenscherm is het een echte topper.